Jim Okio, net van de stage af bij Majestic Dance Event. Hoe was het? Heel tof, heel gaaf. Het volle bak en het sfeertje zit er nu goed in, denk ik. Dus ja, heel gaaf. Ja. 15.000 man met nog een paar duizend man buiten die aan het wachten is. Volgens mij je grootste publiek in één keer, hè? Ja, zeker weten. Gelijk helemaal vol. En het is nog best wel vroeg, dus we gaan nog tot 11 uur door. Maar de mensen pakken nu al goed op, dus de sfeer zit er al goed in, denk ik. Ja. Ja, jouw set was erg soulful. Veel platen die makkelijk bij het roemruchte label Defected zouden passen. Dat is wel een beetje jouw sound, hè? Ja, ik vind het wel leuk om een beetje deep house te draaien, Latin house. En af en toe ook wel wat herkenbare dingen voor het publiek er tussendoor, weet je wel. Zodat mensen toch iets hebben van, ja, kan ik een beetje meezingen, weet je wel. Dus die combinatie vind ik wel leuk. Deep house, Latin house. Af en toe een beetje stevig tussendoor. Ja, dan doe je van alles wat en dan hou je divers. En dan kan je ook een verhaal vertellen in je set. Dus dat vind ik wel gaaf. Ja. Maar het was dus niet heel commercieel en toch kon het publiek het heel erg waarderen. Ja, daarom. En dat wil ik ook overbrengen, zeg maar. Dat vind ik heel tof. Niet alleen maar heel, heel commercieel draaien, maar toch dat mensen heel tof vinden, terwijl het niet credible eigenlijk dus. Ja. Koningsdag, wat betekent dat voor jou? Koningsdag, ja, dat is nieuw, hè? Koningsdag. Ja, ik vind het, het is eigenlijk niet zoveel veranderd, hè? Gewoon grote pleinen, veel feesten. Ja, goed sfeertje altijd. Mensen hebben er altijd heel veel zin in, sowieso. Veel drinken, dus dat is voor mij Koningsdag. Gezellige dag, ja. Voor Nederlandse DJ's de beste dag van het jaar, volgens mij. Zeker weten, dat is altijd wel een vol schema, deze twee dagen. Koningsdag, dag, ja. Volle bak. Maar heb jij nog meer gedraaid of heb je lekker op Eindhoven gefocust? Ik heb me eigenlijk vooral op Eindhoven gefocust. Gisteren heb ik met een nieuwe formatie opgetreden, Alive. Nieuwe band eigenlijk, EDM band. Dus met een percussionist, gitarist, MC erbij. En dat ging ook helemaal los, dus dat was ook heel tof, ja. Was dat een first-timer? Dat was first-timer eigenlijk, ja. Ja. We hebben wel eens eerder iets in Oostenrijk gedaan, maar dit was echt de eerste keer onder de naam Alive, dus dat was heel gaaf, ja. Ook een beetje zenuwachtig? Ja, daar was ik wel een beetje zenuwachtig voor, ja. Zenuwachtig dan vandaag eigenlijk, maar het pakte wel heel goed uit, dus ja. Jij bent de DJ in dat geheel, neem ik aan. Ik ben de DJ, dus als ik het niet goed doe, dan komt het niet meer goed, ja. Gelukkig is het zowel gisteren als vandaag goed gekomen. Ja. Het festivalseizoen staat voor de deur, waar kunnen we jou nog meer vinden? Ja, ik ga vooral veel naar het buitenland wel. Portugal komt er voor mij best wel aan. Ik ga samen met Sonny Wilson mee. En waarschijnlijk ga ik zelf ook een paar keer. En een aantal festivals wel, kleinere festivals. Together Festival, Nieuw Festival. Ja, en iedere maand wel wat staan, zeg maar. Ja. En releases, hoe zit het daarmee? Komt er binnenkort nog nieuwe Jay Mokio muziek uit? Ik heb nu een nieuwe plaat Surfing klaar. Dat is een beetje een saxofoonplaat. En die komt in Portugal uit ook. Ja, dat is een beetje logisch, weet je wel. En er komen nieuwe dingen aan ook. Ik ben veel in de studio bezig. Daarnaast ben ik ook nog een beetje aan het afstuderen. Dat is ook nog een beetje een sideproject, weet je wel. We hebben toch nog een beetje tijd aan besteden. Maar het draaien gaat steeds beter. Dus zodoende kijken waar het kan komen.